staat weer klaar voor een nieuwe Believe In workout. Mijn naam is Charlotte Stefanoff en we gaan nu samen een full body workout doen. Je hebt een mini-bandje nodig. Er zit geen warming-up en geen cooling-down in deze workout. Dus mocht je dat wel graag willen doen om even je spieren goed op te warmen. Ik heb een aantal linkjes in de beschrijving gezet voor een warming-up en een stretching na afloop. We hebben in totaal 4 rondes en het speciale van deze workout is dat we op tempo gaan trainen. En het tempo houdt in dat we verschillende snelheden tijdens een oefening gaan toepassen. Je kan bijvoorbeeld een oefening tegenkomen waarbij we een 3-om-1 tempo aanhouden. Dus in 3 tellen beweeg je langzaam en in 1 tempo ga je snel terug. Dat staat centraal dus in deze workout. En waarom doen we dat? Om wederom weer een nieuwe trainingsprikkel te geven aan ons lichaam. Als we altijd maar hetzelfde blijven doen, dan zal je geen progressie boeken. En waarom train je? Omdat je natuurlijk fitter wilt worden, sterker. Misschien wil je wel wat kilo's afvallen. Daar ga ik je bij helpen door vandaag weer een hele nieuwe variatie in het tempo te brengen. Ik ga je heel veel plezier wensen en we gaan lekker beginnen met de eerste ronde. Oké, we gaan beginnen op een side raise op rechts. 3-om-1 is het tempo. 3-2-1 terug. 3-2-1 terug. Als je in single tempo teruggaat, laat je niet keihard naar beneden schieten, maar probeer de spanning rustiger op te houden door in één vloeiende beweging omlaag te zakken. Dat is wel belangrijk om te onthouden, want je wil constant spanning op je spieren houden. Zorg dat je stambeen, je knie lichtjes gebogen blijft en dat je niet te veel gaat compenseren met je bovenlichaam. Vandaag is een full body workout in 24 minuten actieve trainingstijd. Oké, we gaan hetzelfde doen op links. Ga een beetje op je rechterbeen het gewicht brengen. Zet je tenen, linker tenen in de grond. Dan gaan we. 1, 2, 3 en terug. 1, 2, 3, terug. Als je in 3 tellen omhoog gaat, doe je dat niet schokkend. Maar je beweegt in een vloeiende beweging. Dat is het effectiefst voor de spieren. In 1 vloeiende beweging. 3, 2, 1, terug. 3, 2, 1, terug. Kom, hou vol. Hoe snel het al kan gaan branden, vind je niet? Ik voel hem al, zeker ook in mijn stambeen. Oh, kom op. Vloeiend omhoog, vloeiend terug. Yes, oké. Je mag er nu op gaan staan. Zorg dat die mini-band over je wreef gaat. En dan gaan we 2-om-2 een knee pull-in doen. 1, 2. En terug. Andere kant. Lift je knie helemaal omhoog tot heuphoogte. Dus een geleidelijk tempo. 2-om-2. Terug. 1-2-1-2. Kom op. Spanning op je buikspieren. Rechtop blijven staan. En vanuit die heup maak je die beweging. Hier voel je hem lekker in die bovenbenen. Deze ronde is dus puur en alleen voor die benen. Kom op. 2-om-2. Rustig terug laten komen. Juist. Kom op. Oké, we gaan nu weer terug naar de side raise. En van een tempo 3-om-1 gaan we naar 1-om-3. Dus nu gaat hij snel omhoog en langzaam terug. Daar gaan we. Hop. En rustig terug laten komen. Snel omhoog. Langzaam terug. Je voelt dat het een hele andere trainingsbelasting geeft. Want nu ga je op je snelheid, moet je hem vasthouden en rustig terug laten komen. Dat voelt heel anders als een 3-om-1 tempo. En dat is dus zo goed om in tempo te trainen, dat je eventjes weer, zoals ik net zei, een nieuwe dimensie geeft aan je workout. Eventjes wat anders doen, dat is echt supergoed voor je workoutschema, voor je lijf. Als je altijd maar hetzelfde doet, nee, dan hebben we weinig progressie. Oeh, lekker. Andere kant. Dan zit de benenronde er alweer op. Daar gaan we.
go. Snel omhoog. Langzaam terug. Snel op. Hou hem tegen bovenin. Kom, dat kost kracht tegenhouden. En rustig terug laten komen. Oeh, die ging veel te snel. Het kost ook kracht om rustig naar beneden te zakken. Je moet die spieren actief houden en je voelt die miniband eraan trekken. Doe je deze workout zonder miniband, dan kan je natuurlijk veel hoger met je been. Maar je kan ook prima meedoen zonder miniband. Kom op. Snel omhoog, langzaam terug. Hou hem tegen. Kom op, laatste. Yes, oké. Okay. We gaan door met de volgende ronde. Je eerste ronde zit erop en we gaan ons klaarmaken voor de tweede ronde. In de tweede ronde gaan we ons focussen op de bilspieren. Zorg dat je matje klaar hebt liggen en dan gaan we snel beginnen. Oké, breng de miniband boven je knie. En dan gaan we een hip openen doen. 3, 2, 1, snel terug. 3, 2, 1, snel terug. Alleen op rechts. Probeer je voeten goed op elkaar te houden. En daarbij breng je de knieën van elkaar af. 3, 2, 1, snel terug. Hou je elleboog recht onder je schouder. En wederom die buikspieren weer goed aangespannen. Deze ronde is dus puur en alleen voor de billen. 3, 2, 1, snel terug. Oké, ik wissel hem even snel om. Hier, we gaan naar links. 3 om 1. Voet op elkaar. En check weer je positie. Belangrijk dat je ellebogen recht onder je schouder hebt. Leg die focus op je bilspier. Doe zo min mogelijk met je bovenlichaam. Het enige is aanspannen in die buikspieren. Oké, netjes. Kom, dit is je tweede ronde. Ik hoop dat je lekker in het moment zit. Mijn missie is natuurlijk om iedere vrouw in Nederland één moment in de week een sportmoment te laten gunnen. Dat doe je zelf, dat kan ik niet doen. Je hebt zelf op die knop gedrukt. Maar het feit dat je nu meedoet, heb ik mijn doel alweer bereikt. Dus dat is supergoed. Even lekker een momentje voor jezelf. Oké, we gaan naar een glute bridge. 1, 2, 1, 2. En weer terug. En helemaal naar de grond. Dus billen goed bij je hakken. Twee tellen omhoog. Abductor. Rustig terug. En weer liggen. Helemaal omhoog. Knijp goed in die billen. Twee om twee. En rustig terug. Alles is twee om twee. En zo dadelijk gaan we weer terug naar die hip opener. En dan doen we hem één om drie. Kom op. Yes. Maak hem nog even af. Oké, zorg weer dat je rechterbeen boven ligt. Voet op elkaar. Snel omhoog, langzaam terug. Hop. Hou de spanning. En laag. Snel op. Langzaam terug. Kom aan. Lekker bezig. Kom op, geniet van het moment. Nu denk je misschien, Char, genieten. Wat zeg jij nou weer? Maar een beetje pijn is fijn, zeg ik altijd. Als je het voelt branden, dan weet je dat je de juiste intensiteit te pakken hebt. Kom op. Doe het voor jezelf. En het is natuurlijk ook altijd goed om een doel te hebben tijdens je training. Niet een doel in het algemeen, maar wat wil je aan het eind van deze workout hebben bereikt? Hoe wil je je voelen? Een soort intentie neerzetten. Dat doe ik altijd. En voor mij was het deze workout om even lekker weer mijn hoofd leeg te maken. We zitten natuurlijk in een hele bizarre tijd. We zitten al een hele lange tijd in lockdown. Dus hoe lekker is het dat je dan dingen waar je wel controle over hebt,
zelf kan doen. Dat je zegt tegen jezelf, yes, ik ga nu gewoon lekker sporten. Het kan vanuit huis, ik kan in de tuin, ik kan in mijn kamer. En ik ga lekker aan mijn gezondheid werken. Snel op, langzaam terug. Sporten is niet zomaar eventjes gewoon lekker. Ja, aan je lijf werken. Het doet zoveel meer voor je. Mentaal, ook voor je voedingspatroon. Als je hebt gesport, heb je gelijk zin om lekker gezond te eten. Althans, zo werkt het bij mij. Ik vind het dan wel bijzonder om een reep chocola weg te eten. Oké, goed gedaan. We gaan naar de volgende ronde. Oké, het onderlichaam hebben we getraind. Benen en billen. Nu is het tijd om ons bovenlichaam aan te pakken. Want het is natuurlijk een full body workout. We gaan de armspieren lekker trainen. Specifiek de biceps, triceps, borst en schouders. Oké, wat je gaat doen is een tricep extension. Je gaat je linkerhand op je schouder leggen. Zodat je met je rechterhand naar beneden kan voor die tricep. Dus ik zal hem eventjes vanaf het zij aan zich laten zien. Je houdt je ellebogen goed in je zij. En het tempo wat we hier doen, de gehele ronde, is een 2 om 2. Dus 2 tellen omlaag, 2 tellen terug omhoog. Belangrijkste hierbij, elleboog in de zij houden. Die wil je echt vast prikken. Als we rechts hebben gedaan, gaan we direct door naar links. Kop. En hou hier de weerstand hoog. En niet laag zetten, maar hoog. Kom op. Helemaal je arm uitstrekken en weer terug. Langs je heup en weer terug. Kijk, dan heb je hier een snelle wissel. Dan draai je hem op deze manier en kan je meteen door. Spanning op je buik, voet op heupbreedte. Let's go. 1, 2, 1, 2. Helemaal uitstrekken. Dus probeer echt je arm volledig uit te strekken. Naast je heup te brengen. En weer terug omhoog. Kom op. Je hebt 2 rondes gehad. Dit is je 3e ronde. Ik hoop dat je er lekker in zit. Soms heb je zo'n lekkere flow. Dan voel je je goed. Dan voel je je sterk. En dan denk je, kom maar op met al die oefeningen. Heerlijk is dat. Geniet ook vooral van dit bewegingsmoment voor jezelf. Je hebt tijd vrijgemaakt om jezelf op nummer 1 te zetten. En daar mag je zeker weten trots op zijn. Yes, top. Oké, we gaan naar een bicep curl op rechts. Je houdt je linkerhand naast je heup, onderhandse grip. Dan ga je een beetje schuin omhoog indraaien. Let's go. 1, 2, 1, 2. Hop. En terug. Probeer ook lekker de spanning op die mini-band te houden. Je ziet als ik hier te ver zak, dan gaat die slap hangen. Dus ik wil hier stoppen, zodat ik constant spanning houd op mijn bicep. En dan is mijn range of motion wel wat kleiner, want ik heb hem hier 90 graden en je gaat weer omhoog. Maar dat geeft niks, zolang je maar goed die spanning op je spieren houdt. 1, 2, 1, 2. 2 om 2. Goed doorademen. Als je de meeste kracht zet, adem je uit, terug adem je in. Oké, wissel. Rechterhand langs je rechterheup. Onderhandse grip met je linkerhand. En we gaan weer een 2 op 2 doen. Hop. 1, 2, 1, 2. Probeer je hand helemaal naar je schouder te brengen. En weer terug omlaag. En je kan je eigen tempo bepalen. Maar dit is natuurlijk echt een tempo training. Dus probeer erin mee te gaan. 2 om 2. Kom. Bezig. Yes, helemaal goed. Oké, een chest pull in. 2 om 2. We gaan hem voor ons houden op schouderhoogte. En alleen op rechts ga je 90 graden die buiging maken. Uiteraard 2 om 2. 1, 2, 1, 2. Oeh, die wordt lekker hoor deze. Schouders en borst trainen hierbij. Kom op.
Die weerstand hou je vast met je linkerhand. Dus je gaat niet te veel meebewegen, zodat de weerstand op rechts eraf gaat. Hou je linkerhand op één niveau, op één punt. Kom op. En constant je buikspieren aanspannen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar dat is het centrale gedeelte van jouw lijf. Dat is de stabilisator van je lichaam, je rompstabiliteit. Als je het goed aanspant, je buikspieren, train je ze automatisch mee. En vaak wordt gedacht van, oh, we moeten buikspieren trainen, zeker vrouwen. Maar als je tijdens de workout al goed je buikspieren aanspant, train je ze automatisch mee in iedere oefening. Je hebt altijd je buikspieren nodig bij iedere oefening. Kom op. Hou die polsen ook recht. Van allebei je armen. Twee om twee. Kom op. Hap. En terug. En terug. Nog 9 seconden. Kom aan. Yes. Helemaal goed. Oh, oké. Volgende. Gaan we onze polsen er doorheen steken. Zorg dat die power niet, of de minibar niet te veel gedraaid zit. 1, 2, 1, 2. Op rechts. Draai schuin in en terug. Je elleboog hou je in het verlengde van je schouder. Dus op schouderhoogte. En wanneer je hem helemaal tot op het uiterste punt hebt, is die op schouderbreedte. Kom. Die weerstand hou je er weer op met je linkerarm. Lekker hoor, dat bovenlichaam trainen. Kom op, spanning op je buik. Yes, andere kant. Even ontspannen als je wil. Even die schouders lekker losgooien. De arm losgooien. Dan gaan we wisselen. Startpositie, 90 graden, beide armen. Hou de weerstand erop met rechts. En met links maak je die pec deck. Kom, hou die spanning erop. Durf die weerstand er goed op te zetten. Hè? 2 om 2, kom aan. Dus niet te snel bewegen. 2 om 2. 1, 2, 1, 2. Oeh, het brandt. Nog 20 seconden. Kom aan. Kreunen mag, hè? Dat is een goed teken. Oh. Yes. Heel goed. Oké, ik voel ze heel goed branden in die schouders. Voor de laatste ronde gaan we ons focussen op de buikspieren. Je mag je matje dus weer klaarleggen. We gaan nog 1 keer alles geven. Let's go. Ga er met je voet op staan, op die miniband. En dan ga je naar 2 om 1. 1, 2, snel terug. 1, 2, snel terug. Als je merkt dat er te weinig weerstand op die miniband staat, ga je er verder op staan. 1, 2, snel terug. 1, 2, snel terug. Je laatste ronde, dan zit deze full body workout er alweer op. En heb je echt gericht getraind met tempo vandaag. 1, 2 en terug. 1, 2 en terug. Oké, we gaan naar een leg raise. Je mag nu je mini-band om de enkels doen. En alleen op rechts gaan we naar een 2 om 1. 1, 2 en terug. 1, 2 en terug. 1, 2 en terug. Kijk tot hoever je kan zakken. Meestal kan je niet helemaal met zo'n miniband omlaag. Omdat er dan gewoon weg te veel weerstand op staat. Kom op, nog 30 seconden. Hou die benen goed gestrekt. Kom op. 1, 2, snel terug. Oeh,
Die gaat lekker branden. Kom op. Yes. Oké. We doen het nu om de wreef. Je benen 90 graden gebogen. Ik plaats mijn handen zelf even achter het hoofd. We gaan. 1, 2 en terug. 1, 2, snel terug. 1, 2 en terug. En je bovenbeen voel je hier. En je buikspieren omdat je been uitstrekt. Oh. Kijk, dit gebeurt soms. Een beetje stoeien met zo'n mini-wend. Probeer je tenen goed naar je toe te blijven trekken. Niet te veel aan de nek gaan trekken. Hou de kin van de borst af. Je kan ook gewoon lekker zo gaan liggen hoor. Dat mag ook. Yes, oké. Je mag hem op je wreef houden. Hakken staan in de grond. Een beetje omhoog kruipen. We gaan naar een sit-up en een knee pull-in. Omhoog. 1, 2, snel terug. En weer liggen. Sit-up. 1, 2, terug. En hier. Omhoog. En terug. Sit-up. Knee pull-in. 2 omheen. En terug. Adem uit als je met die sit-up omhoog komt. En je ademt weer in als je terugzakt. Op het moment dat je de meeste kracht zet, dan adem je uit. Kom op. Yes, netjes. Oké, ik ga even draaien. Want we gaan de oefening aan de andere kant ook doen. Je gaat er met je linkervoet op staan. Lekker dichtbij. 2 omheen. 1, 2 en terug. 1, 2 en terug. Probeer met je hand goed naar je enkel te zakken. Schuin indraaien. 1, 2 en terug. Zoals ik net zei, soms ben je echt aan het stoeien met zo'n mini-beentje. Maar goed, laat jezelf niet van de wijs brengen. Gewoon lekker doorgaan. En ook als je geen mini-band hebt, kan je deze oefening prima doen. 1, 2 en terug. Yes! Oké, de leg raise is aan de beurt. Om de enkel. Handen onder de billen. Dat is puur voor de ondersteuning van je onderrug. Met rechts hou je de spanning erop. 1, 2, snel terug. 1, 2, snel terug. Ontspan je bovenlichaam. Ontspan je schouders. Maar hou de spanning juist in die buik. Kom op. 1, 2 en terug. Oeh, die voel je goed, hè? Kom op. Concentreer je op deze oefening. Even lekker je gedachten leegmaken. Kom op. Onthoud nog een keer die intentie die je voor jezelf hebt gezet. Wat wil je voelen aan het eind van deze workout? Oké. Hier. 90 graden. Mini-band om je wreef. Nog steeds op links. 1, 2 en terug. 1, 2 en terug. Als je schouders en je kin net wat omhoog ligt, creëer je ook wat meer spanning hier op je buikspieren. Dan train je een stukje actiever dan dat je dit helemaal laat ontspannen. Het een is niet beter dan het ander, zeker niet. Maar hier heb je net eventjes wat meer basisspanning. Kom op. 1, 2, snel terug. 1, 2, snel terug. Yes. Oké, hakken in de grond. Ver van je af. Dus de benen hou je bijna helemaal gestrekt. Maar die knieën trek je net ietsjes in. Zodat je een mooie sit-up kan maken. Adem uit als je omhoog komt. 1,
2, snel terug. En hier. Adem uit. En adem in. Je laatste oefening, dan ben je er. In deze workout video zit geen warm-up en geen cooling-down. Maar vergeet het niet om eventjes te doen. En in de beschrijving hieronder heb ik natuurlijk ook een stretching of cooling-down geplaatst. Met een linkje. Dus kijk daar zeker eventjes naar. Nou ja, kijken. Gewoon doen. Oké, super. Dat was die dan. Ik wil je heel erg bedanken voor het meedoen van deze Believe In workout. Vond je het een leuke video? Duimpje omhoog. Abonneer je ook op het kanaal als je dat nog niet had gedaan. En stretch je eventjes nog lekker uit. Kijk naar het linkje in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, tot volgende week bij een nieuwe Believe In workout.